De volgende spreker zal ik u aankondigen. Dat is professor Dr. Martin van Hees, hoogleraar ethiek en politieke theorie Rijksuniversiteit Groningen. We lopen iets uit, maar we komen er wel uit. Dank u wel. Dames en heren, een jaar of 15 geleden, 20 jaar geleden misschien, dachten we met een zeker pessimisme na over de calculerende burger. Vandaag praten we met een zeker optimisme over de calculerende overheid. Het heeft dus even geduurd, maar we zijn er. Die calculerende overheid die probeert, zo is het idee, door een slimme keuzearchitectuur in plaats van door regelgeving de burger te verleiden tot rationeel gedrag. De benadering heet liberaal paternalisme, omdat het twee zaken combineert. Overheidsmaatregelen die gericht zijn op de bevordering van het welbegrepen eigenbelang van de burger, paternalisme kant, maar aan de andere kant de keuzevrijheid van de burger niet beperkt, het liberale verhaal. De vraag die ik vandaag wil behandelen is of die combinatie daadwerkelijk mogelijk is. Is het mogelijk om liberalisme en paternalisme op deze manier te combineren? De meest voor de hand liggende manier om een negatief antwoord te geven zou zijn als ik ga uitleggen dat er geen objectieve standaard bestaat die kan aangeven wat goed is en wat slecht is en dat een dergelijk paternalisme dus bijvoorbeeld gedoemd is te mislukken. Dat perspectief kies ik niet. Ik veronderstel dat het helder is, dat het duidelijk is, dat we weten wat goed is, wat slecht is, wat in het belang van de burgers is. En ik probeer, uitgaande van die aanname, toch enige kanttekeningen te plaatsen bij de mogelijkheid van het liberaal paternalisme. En dat wil ik doen door stil te staan bij de vraag wat nu eigenlijk de waarde van keuzevrijheid is. Waarom zouden we paternalisme willen verbinden met liberalisme? Waarom zouden we die keuzevrijheid zo'n belang willen toekennen? In het bijzonder, hieraan gerelateerd, waarom zouden we belang hechten aan het toekennen van individuele verantwoordelijkheid? Nou, ik wil met u een aantal redenen de revue laten passeren, een aantal redenen bespreken waarom we keuzevrijheid belangrijk zouden kunnen vinden. En vervolgens wil ik gaan kijken of die redenen die we kunnen hebben, die filosofen gegeven hebben voor het toekennen van belang aan vrijheid, compatibel, verenigbaar zijn met het liberaal paternalisme. Het eerste uitgangspunt is dat vrijheid waardevol is, en dat kunnen we de directe waarde van keuzevrijheid noemen. Vrijheid is waardevol omdat we, als we keuzevrijheid hebben, nu eenmaal handelingen kunnen verrichten die wij waardevol vinden. De waarde van de vrijheid hangt af van de waarde van de dingen doen die we doen met die vrijheid. Dat is de eerste vorm van de waarde die we kunnen toekennen aan vrijheid. Directe waarde noem ik het hier. En dus de waarde die ik toeken aan het feit dat ik de vrijheid heb om bepaalde boeken te lezen, ligt dan in het feit dat ik waarde toeken aan die specifieke boeken. Maar, en dat hebben Taylor en Sunstein, met uiteraard gebruikmakers van de resultaten uit de gedragseconomie en de sociale psychologie, overtuigend laten zien, die directe waarde wordt vaak niet gerealiseerd. We zijn inderdaad niet zo slim als dit argument voor de waarde van keuzevrijheid veronderstelt. En dus wat is de inzet, zou je kunnen zeggen, van het liberaal paternalisme? Ons keuzegedrag anders of de keuzesituatie anders inrichten, zodat deze directe waarde van vrijheid beter gerealiseerd kan worden. Van de automatische piloot die soms kan leiden tot slechte beslissingen, moeten we niet proberen het icon-model te hanteren, maar proberen te kijken of we de keuzesituatie zodanig kunnen veranderen dat de automatische piloot wel de goede bestelling vindt. Maar als dit inderdaad de inzet is, dan kun je natuurlijk afvragen of er niet andere argumenten zijn voor de waarde van vrijheid die mogelijkwijs niet verenigbaar zijn of niet direct verenigbaar zijn met deze eerste vorm van de waarde van vrijheid. En die zijn er. Er is een rijke filosofische traditie en ik wil u kort wat voorbeelden geven en vervolgens ingaan op de consequenties ervan. Ten eerste is een argument met een zekere historie, is wel gezegd dat vrijheid een belangrijke vertegenwoordigende waarde heeft. Dat wil zeggen, als we vrij zijn, als we keuzevrijheid hebben, dan drukken we iets van onszelf uit in de keuze die we maken, ook al is die keuze zelf misschien niet zo gelukkig. Het zegt iets en dat reflecteren van de identiteit van degene die de keuze maakt is een waarde die vrijheid heeft en die dus verder gaat dan de inhoud of de waarde van de inhoud van de keuze die we maken. Nou, dit is de abstracte formulering. Ik geef u een iets concretere formulering of een concreet voorbeeld. Stel u zich voor
dat u 10 jaar samen bent met uw geliefde. En u hebt met elkaar afgesproken dat u elkaar een cadeau gaat geven. Dat hebt u nog wel afgesproken. En u denkt na over de vraag wat u moet geven aan uw partner. En uw partner doet hetzelfde. En nu is de dag daar en uw partner komt 's ochtends bij het ontbijt. Zit u daar met de cadeautjes in de aanslag. En wat blijkt nu het geval te zijn? Uw partner heeft voor u een envelop met inhoud. En wat is de inhoud? Geld te besteden aan een mooi boek. En waarom is dan het verhaal, zegt uw partner, ja, ik weet dat je bent gek op boeken. En welk ander cadeau ik gegeven zou hebben, zou een boek moeten zijn of een boekenbon. Maar als ik een boek had gegeven, is de kans heel groot geweest dat ik niet het juiste boek had gevonden. Ik weet dat jij zelf de beste keuze kan maken met het geld dat ik je nu geef. Dus daarom is dit, vanuit dat perspectief van de directe waarde van vrijheid, het cadeau dat ik je ga geven. Maar uiteraard gaat daar iets mis. De meesten onder ons, zelfs als je geen bibliofiel bent, zou je niet heel blij zijn met een envelop met inhoud op die bepaalde dag. Vrijheid drukt iets uit dat verder gaat dan de inhoud van de keuzes die we maken. Een tweede belangrijke waarde die vrijheid kan hebben, is wat wel de symbolische waarde van vrijheid is genoemd. En dat kunnen we vooral tot uitdrukking zien, of dat zien we vooral als we spreken over die situaties waarin mensen geen vrijheid of geen bepaalde vorm van vrijheid hebben. Wat ik voor mijn studenten, om dit argument voor vrijheid duidelijk te maken, wat ik wel tegen mijn studenten vertel, en ik ga dat hier niet doen, want het publiek is niet helemaal hetzelfde als het gemiddelde studentenpubliek dat ik in Groningen aantref. Maar wat ik dan aan ze vraag, en ik geef u de Groningse versie dus, wat ik aan ze vraag is na te gaan of ze het afgelopen jaar een bijdrage hebben geschreven aan de Trouw, de Volkskrant, de NSC, het Dagblad van het Noorden. Hebben ze daar een column voor geschreven, een ingezonden brief of iets dergelijks? Vervolgens vraag ik aan de studenten of ze denken dat ze dat komend jaar gaan doen. Nou, mijn ervaring is dat er soms zit er 1, heel soms 2 studenten in de zaal. Dat zijn zalen van 200 tot 300 man, inleiding ethiek, die dan positief antwoord geven. Meestal zijn er geen studenten die dat doen. Vervolgens vraag ik ze, als het dan zo is dat ze het niet gedaan hebben, het ook niet zullen gaan doen, mag ik dan concluderen dat ze geen waarde hechten aan die vrijheid die ze hebben? Want ze hebben de vrijheid om die stukken aan te bieden aan de krant. En dat we dus bij deze kunnen besluiten dat de studenten in Groningen in dit specifieke jaar die vrijheid ontnomen kan worden. Nee, dat zou natuurlijk veel te ver gaan. Die studenten hechten belang aan het hebben van vrijheid om hun mening te kunnen uiten in de krant. Wij hechten belang aan de vrijheid die zij hebben om hun mening te kunnen uiten in de krant. Ook al hechten zij geen daadwerkelijke waarde aan die vrijheid zelf. Nou, dat is een wat artificieel voorbeeld, maar het drukt uit dat een verbod op die vrijheid of een verbod op die mogelijkheid, dus het ontnemen van de vrijheid om iets aan te bieden aan de krant, een van de redenen waarom we daar niet enthousiast over worden, is omdat dat een uitdrukking zou zijn van een negatief oordeel over die specifieke studenten. Het zegt dat die studenten, de overheid, als de overheid die maatregelen zou nemen, de overheid zou dan zeggen dat die studenten het niet waard zijn om gehoord te worden. Dus het ontnemen van de vrijheid symboliseert iets wat we belangrijk vinden. Een dergelijke argumentatie, dit is een wat artificieel voorbeeld, maar een dergelijke argumentatie bijvoorbeeld heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de discussie in Nederland over het homohuwelijk en speelt nog steeds in de Verenigde Staten een belangrijke rol. Ja, je hoeft geen Amerikaanse homoseksueel met trouwplannen te zijn om een belangrijke waarde te kunnen hechten aan het belang van het homohuwelijk. Waarom? Omdat de afwezigheid van de mogelijkheid om te trouwen een oordeel uitdrukt over de wenselijkheid van die mogelijkheid. Dus de tweede vorm van de niet-directe waarde van vrijheid is wat ik hier de symbolische waarde noem van vrijheid. Derde bron van indirecte waarde van vrijheid is, en heeft ook een hele lange traditie, de bekende namen. Ik zal u al de filosofen, ik heb maar een kwartiertje, dus ik zal u alle filosofische vergezichten besparen en ook de namen, maar de bekende namen hier zijn toch wel Popper, Hayek, John Stuart Mill. Het belangrijkste argument hier is dat het hebben van keuzevrijheid een belangrijke vormende waarde heeft. Heel simpel gezegd, vrijheid is waardevol, het hebben van keuzevrijheid is waardevol, omdat we van onze fouten kunnen leren. Het zal niet altijd goed gaan, maar juist omdat het niet altijd goed gaat, kunnen we met vallen en opstaan vooruitkomen. Nou, als het zo is dat we willen nadenken over de vraag of liberaal paternalisme mogelijk is, moeten we dus ook nadenken over de vraag of de verschillende voorstellen verenigbaar zijn met deze andere argumenten voor de waarde van vrijheid. Dus hoe zit dat? Hoe zit het met de vertegenwoordigende waarde van vrijheid?
Dat hangt af van de keuzesituatie. Het hangt af van het domein van de issues waarop we de keuzearchitectuur los willen laten. Uiteraard is het niet zo dat een toiletbezoek op Schiphol of de keuze voor een bepaald wasmiddel in uw lokale supermarkt een belangrijke uitdrukking van uw identiteit is. Het zijn relatief triviale handelingen, durf ik hier te zeggen. En dat betekent dat in dergelijke triviale situaties, triviale handelingen, er niet zoveel in termen van die vertegenwoordigende waarde in het geding is. Uw identiteit staat niet op het spel. Dus, zouden we kunnen zeggen, die vertegenwoordigende waarde van vrijheid kan ook niet in het geding zijn als die overheid hier via het veranderen van de context van de keuzesituatie in gaat grijpen. Dus hier hoeven we ons niet, als het om triviale keuze gaat, niet al te veel zorgen te maken. Het ligt anders bij meer ingrijpende keuzes. Keuzes die van belang kunnen zijn voor het individu. Keuzes waar het individu zelf een groot belang aan hecht. Daar kan je wel degelijk afvragen of het stimuleren, nogmaals het idee dat we de burger via de bestemming van de automatische piloot veranderen om het goede resultaat te behalen, of dat de juiste manier is om die vertegenwoordigende waarde te realiseren, en of het niet eerder zou moeten zijn dat we het vliegtuig uit de automatische piloot zouden moeten halen. Kortom, vertegenwoordigende waarde, er is een verschil. Het betreft de aard van de beleidsissues waar we het liberaal paternalisme op zouden willen toepassen. Hoe zit het met de tweede vorm van de indirecte waarde van vrijheid, de symbolische waarde? Uiteraard geldt hiervoor dat het in belangrijke mate geldt welke burgers geïnvolveerd zijn. Gaat het om specifieke groepen van burgers waar we de keuzearchitectuur bij gaan veranderen? Ja, dan kan die symbolische waarde van vrijheid in het geding zijn. Gaat het om generieke maatregelen? Dan zal dat veel minder het geval hoeven te zijn. Het laatste punt, de laatste vorm van indirecte waarde van vrijheid betrof de mogelijkheid om te kunnen leren van onze fouten, de dynamiek, de dynamische context van onze beslissingen. Deze lijkt toch echt wel het meest problematisch te zijn als we denken aan het liberaal paternalisme. Kunnen we nog wel leren van onze fouten als we uitgaan van de veronderstelling, ik zal het nu expres wat zwart-wit zetten, als we kunnen uitgaan dat een individu inderdaad geen icon is, maar een willoos slachtoffer van de omstandigheden. Als dat zo is, heeft dat consequenties. Deze waarde, we kunnen het de vormende waarde noemen, heeft consequenties. Denk bijvoorbeeld na over het feit hoe de manier waarop onze aangifte van de inkomstenbelasting is veranderd. Ik weet niet of u het nog weet, maar dat zal ook zo'n jaar of 10, 15 geleden zijn geweest dat we dat voor het laatst deden. Die mogelijk dikke belastinggidsen waarmee we in de weer waren om dat formulier maar in te kunnen vullen. Dat waren niet de hoogtepunten uit mijn leven en ik onderstel ook niet de hoogtepunten uit uw leven. Maar die hele exercitie had, hoe vervelend het ook was, had wel een zeker nut. Namelijk dat je iets beter begreep waar dat bedrag dat je dan uiteindelijk ging betalen, hoe dat tot stand was gekomen. Die kennis is verdwenen. In ieder geval bij mij is dat verdwenen. Ik ben absoluut geen fiscaal expert. Maar ik fiets nu met vrolijkheid door het elektronische programma. Ik neem alle default opties die worden aangegeven, die neem ik. Want ik wil er zo snel mogelijk vanaf zijn. Maar het idee dat ik enig inzicht heb in de wijze waarop het belastingbedrag uiteindelijk tot stand is gekomen, dat is een illusie. Mijn begrip is eenvoudigweg minder genomen. En dat zou je een nadeel kunnen noemen. Die vormende waarde van vrijheid hoeft uiteraard niet altijd onder druk te staan. En dat is de grote waarde ook van het liberaal paternalisme. Dat er laat zien dat er keuzesituaties zijn waarbij helemaal geen sprake hoeft te zijn van een vormende waarde. En dat de traditionele vrijheidsideologen misschien iets te hoog gespannen verwachting hadden over de waarde van vrijheid. Immers, denk bijvoorbeeld nou over het afsluiten van een hypotheek. Er zijn weinigen onder ons die elk jaar een nieuwe hypotheek zullen afsluiten. Dus de vormende werking van het afsluiten van een hypotheek, nou, dat is misschien wat overdreven. Ik hoef daar niet heel veel verstand van te hebben en ik zal dat in mijn leven ook waarschijnlijk niet krijgen, omdat ik maar een beperkt aantal gelegenheden zal doen. Dus de frequentie van het keuzeprobleem, hoe vaker ik gesteld sta voor die keuze, zou je kunnen zeggen, des te minder liberaal paternalisme recht doet aan de vormende waarde van mijn vrijheid, is een belangrijke overweging. Aan de andere kant ook de complexiteit. Als er heel veel keuzeopties zijn, dan
zal de vormende waarde van het liberaal paternalisme, of de vormende waarde van vrijheid onder druk staan als gevolg van dat liberaal paternalisme. Maar liberaal paternalisme is bij uitstek geschikt als het gaat om binaire keuzesituaties. Als je de keuze hebt tussen het wel of niet doneren van je organen, een ja-nee situatie zou je kunnen zeggen, daar zal bij een verandering van de keuzearchitectuur de vormende waarde van vrijheid niet in het geding zijn. Kortom, volgens Immanuel Kant, de grote filosoof van de vrijheid en de grote filosoof van verantwoordelijkheid, was paternalisme de ergste vorm van despotisme. Staatspaternalisme, zei hij, was de ergste vorm van despotisme. Ik denk dat de grote verdienste is van de bijdrage van Taylor en Sunstein. De grote verdienste van het liberaal paternalisme is dat ze hebben laten zien dat Kant daar misschien wat onnodig negatief was. Liberaal paternalisme kan mogelijk zijn. Maar wil dat liberaal paternalisme daadwerkelijk liberaal zijn, dan moet ze verder gaan dan stilstaan bij alleen maar de directe waarde van vrijheid, alleen maar het realiseren van de doelen of van de waarde van de alternatieven waartussen we kunnen kiezen, maar zelfs ook stil moeten staan bij die andere aspecten van vrijheid. Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor de urgentie van de keuzeproblemen, dat het bereik van de maatregelen, om welke groepen burgers gaat het, de complexiteit van de keuzesituaties en de frequentie van de keuzesituaties belangrijke aspecten zijn voor de verdere invulling van specifieke voorstellen van liberaal paternalisme. Of anders geformuleerd, en daar wil ik mee concluderen, in zijn algemeenheid is de vraag of liberaal paternalisme mogelijk is, of liberalisme en paternalisme wel verenigbaar zijn, in zijn algemeenheid is die vraag niet met een ja of nee te beantwoorden. Voor sommige voorstellen op het gebied van de keuzearchitectuur zal ik vanuit die liberale traditie inderdaad de claim durven maken dat de twee niet verenigbaar zijn. Voor andere contexten, voor andere beslissingen is het zeer wel mogelijk. Ik dank u wel.